verhaal voorlezen. Hoi, ik ben Indy en ik speel Roos. Hoi, ik ben Kimberly en ik speel Moeder. Hallo, ik ben Tess en ik speel de deftige tante. Hoi, ik ben Thomas en ik hou van deze. Hoi, ik ben Ramon en ik speel de toeter van Rio binnen. Hoi, ik ben Celine en ik speel Madeline. Bij Roos thuis is de tante op visite, tante Alida. Die is deftig, oei. Die zet niet eens haar hoed af als ze binnen is. Ze zit op het puntje van een stoel. Ze tint haar kopje hoog op, tot voor haar toe. Als ze hoed gaat het nepje bijna haar neus. Roos is er stil van, zit tante Alida met open mond aan te kijken. Is dat een roosje? Vraagt tante Alida. Ja. Zegt Roos verlegen. Het is groot voor de heur, zegt tante Alida. Ze neemt een piepklein slokje van de koffie. Hoe gaat het met Fred? Vraagt Roosje's moeder. Oh, die sukkelt nog steeds met zijn heur. Knikt tante Alida met hem. Ze kijkt diep in haar kopje, alsof Frits in de koffie zwemt. Dan begint ze te vertellen een heleboel over dokters en pillen, over alle mensen die ziek zijn. Het duurt lang, Roos weet niet wat ze doen. Heeft ze een luikje te spelen? Kan ze zomaar weglopen? Misschien vindt tante Alida dat onbeleefd. Opeens is ze verschrikkelijk naar buiten, net op het onweer, maar het komt uit de achtertuin. Komt van een lief aan en hangt een grote trommel op haar buik. Ze slaat erop met stokken. En Willem loopt achter haar. Hij blaast op een toeter. Zijn wangen staan uit boven. Ze komen in de achterdeur binnen. De koffie is in de keuken, rinkelen van het lawaai. Tante Alida kan niet meer verder praten. Ze kijkt verschrikt naar de kamerdeur. Daar zijn de deuren op. De optocht van Madeline en Jan Willem marcheert naar binnen. Ze maken zo hard muziek dat je er doof van wordt. Geef Madeline er bovenuit. Roos kijkt bang naar tante Alida. Want die heeft echt een moedje op. Wat zal er nu gebeuren? Madeline is heel... Loeit Jan Willem op zijn toeter. Komt Madeline. Ze hebben een reuze pret. Roos met haar neus aan. Het is griezelig. Tante Alida houdt haar mond stijf dicht. Ze sluit haar ogen alsof de muziek haar pijn doet. Maar wat is dat? Loopt hij zo hard? Het is mama. Ze ligt achterover in haar stoel van het lachen. Is dat ook niet een beetje onbeleefd? Bye.
Hey, jongens en meisjes, het was hartstikke leuk. Ik heb het al genoten. Ik vind ze nog even met z'n allen een keihard applaus hebben verdiend. De kinderen van groep 1, 2. Die wacht even voordat je gaat. Mogen zo meteen naar de klas alvast. Maar de rest mag nog even blijven zitten. Omdat Michael Jackson heel graag eventjes ook nog aan het grote publiek nog één keer wil laten zien. In verband met dat zijn moeder er ook graag naar wil kijken. Dus, en niet alleen zijn moeder hoor. Ik stel voor om groep 1, 2 naar de klas te laten gaan. En de andere kinderen mogen nog één keer zo meteen.